Ik heb eigenlijk geen moment het idee gehad dat jullie hier een goed resultaat konden halen. Nou ja, aanvallend hebben we heel weinig gecreëerd inderdaad. Dus wat speldenprikjes met uitbraken, maar niet echt doorslaggevende dingen laten zien inderdaad, aanvallend gezien. Want eerst als zij verdedigen denk ik gewoon goed. Vrije trap die erin gaat. Was die terecht, die vrije trap? Nou ja, als er dat soort dingen rond de middenlijn gebeuren en daar geeft er geen overtraining voor. En rond de 16, ja, ik vond het discutabel. Ik vond het makkelijk gegeven, maar goed, hij geeft hem wel. Misschien kan hij hem ook wel geven, ik heb het nog niet op beeld teruggezien. Maar goed, ja. En dan schiet Pereira hem toch wel fantastisch binnen. Daarna waren jullie ook even de kluts kwijt, had ik het idee. Er lukte op dat moment even helemaal niks. Nee, wat ik wel zeg, op het moment dat we de bal veroverden, moesten we nog 80 meter afleggen. En wisten we vaak niet de bal vast te houden, ook voorin niet. Ikzelf ook daarin niet sterk genoeg aan de bal. Ja, dan krijg je het lastig hier zo, want je weet dat ze dan volle druk erop gaan, op gaan spelen. En ja, wat voor ons dus een hele lastige wedstrijd uiteindelijk was. Jean-Paul de Jong zei vooraf van deze wedstrijd van het is een zware openingswedstrijd van het seizoen, PSV uit. Tegelijkertijd is het ook een wedstrijd waar dan nog wat pijnpunten blootgesteld zouden kunnen worden. Wat zijn wat jou betreft de voornaamste pijnpunten uit deze wedstrijd die jullie meenemen? Nou, dat we wel uit spelervattingen doelpunten tegen hebben gekregen waar we normaal juist heel sterk in zijn. Krijgen we toch weer daar de doelpunten uit tegen. En die vrije trap op zich schiet hij fantastisch erin. Maar goed, we hebben wel uit de corner weer makkelijk voor de man komen en erin kunnen koppen. Dat mag niet. Dat is normaal niet ons hoe wij verdedigen. En we krijgen vorig jaar ook heel weinig doelpunten tegen uit spelervattingen. Dus, ja, het is dan jammer dat dat nu weer hier wel gebeurt. Heeft dat dan te maken met scherpte of vermoeidheid? Ja, ik denk beide. Ja. Want jullie, vooral de eerste helft was het denk ik vooral een beetje tegenhouden en hopen op een uitbraak. De tweede helft werden jullie bij Vlaag echt helemaal ondersteboven gelopen door PSV. Ja, en ik denk ook dat dat vooral gebeurde na de 2-0. Dat mag niet gebeuren. Zo simpel is het. Dan zijn we daarin denk ik nog niet hard genoeg en sterk genoeg om te zeggen tot hier en niet verder. Dus dat moet dan wel gebeuren op dat moment. Ja, ik las een interview met jou dat je zei van we hebben altijd een kans. Maar ik denk dat je vandaag wel met een iets minder klote gevoel van het veld stapt dan vorig jaar. Want toen hadden jullie echt kans om hier een resultaat te halen. Ja, klopt. En nu, maar ik vond hem nu ook wel. Want we hadden wel een paar mogelijkheden. Alleen de laatste bal was telkens niet goed. En ik zelf een voorzet op Simon Gustafsson in de eerste helft. Die teruggetrokken wordt, die net te hard is. Kijk, dat zijn dingen. Als die goed gaan, ja. Als heb je het al, maar dan kan je misschien nog iets terug doen. Maar wat ik al zei, we moesten nog zoveel meters afleggen of telkens om bij de hun goal te komen. Dat het best wel lastig was om kansen te creëren. En als op het moment dat we waren we slordig. Hoe ga jij nu naar de wedstrijd volgende week met PEC? Ja, gewoon weer zoals ik hem elke week benader. We nemen deze punten mee. We gaan goed naar de beelden kijken. Van de week weer goed trainen en dan klaarmaken voor PEC. En dan wel een resultaat? Dan moeten punten gewoon thuis blijven.